Het is nog niet zeker dat de gemeente Eindhoven 1,9 miljoen euro op tafel legt om het voortbestaan van de Dutch Design Week te garanderen. Verschillende partijen in de gemeenteraad twijfelen nog of het kopen van het intellectueel eigendom wel de beste zet is. We schrikken toch wel van de hoogte van het bedrag. Het is toch meer dan we vorig jaar in de lening hadden uitgezet. En het tijd dat het zo laat voor de verkiezingen nog eventjes de door moet. En inderdaad, je kunt met dat geld ook andere dingen doen. De design in deze stad is heel belangrijk. Heel veel werkgelegenheid, heel veel goede projecten, ook sociale projecten. En ik verbaas me daar ook over dat een x-aantal partijen daar toch niet in willen gaan financieel. Ze zijn allemaal actief, ze zijn betrokken. Maar de laatste stap is om ook inderdaad financieel een bijdrage te leveren. En dat valt me, misschien is dat het verkeerde woord, een beetje tegen. De organisatie achter de Dutch Design Week Capital, die zat vorig jaar in acute geldproblemen. De gemeente stond toen garant voor een lening van bijna 1,5 miljoen euro. De merkrechten van het evenement zijn in handen van Capital D. En als de gemeente die overkoopt, worden de tekorten bij de organisatie ingelopen. Een onafhankelijk bureau heeft de waarde van het merk Dutch Design Week onderzocht en daar een prijskaartje van 1,9 miljoen aan gehangen. Volgens coalitiepartij D66 is het logisch dat de gemeente op deze manier wil zorgen dat de DDW in Eindhoven blijft bestaan. De gemeente staat voor het publieke belang van Eindhoven. Dat betekent dat we het heel belangrijk vinden om te zorgen voor heel Eindhoven dat de Design Week hier blijft. Daar mogen ook andere mensen aan meebetalen, maar daar betalen deels al andere mensen aan mee aan de uitvoering. En er zijn heel veel ontwerpers die zich inzetten. Dus het is niet zo dat we als gemeente alles zelf organiseren. We zorgen alleen dat de naam hier blijft. Ik denk niet dat een andere stad dat kan. Design is zo in deze stad, tot in de haarvaten zit design in deze stad. Denk aan Design Academy, denk aan alle jonge designers die nu ook hier blijven hangen. Denk aan grote namen die we hier hebben en denk hoe het ook hier in de gemeente geworteld is. Dit kan geen enkele stad. Het CDA wil de DDW wel behouden voor de stad, maar is nog niet overtuigd dat het kopen van het merk de beste oplossing is. Zijn er bijvoorbeeld andere partijen in de stad als Lage Landen of de Dela die interesse zouden hebben om inderdaad zo'n kostbaar merk te verwerven en daar iets mee te doen? Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een jaar uit te stellen of de mogelijkheid om de stichting failliet te laten gaan en uit de puinhoop iets moois en nieuws te laten ontstaan? Op 11 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het voorstel.